President Bouterse terug uit Cuba. Weer 4 studenten opgenomen in scholarshipprogramma Roosevelt Gold Mines. En VN samelt voedsel in voor 660.000 getroffen Cubanen. Goedenavond, dames en heren. Het journaal op maandag 18 september. President Desiré Delano Bouterse is na 2 weken in Cuba te hebben vertoefd gisteravond teruggekeerd naar Suriname. Op de luchthaven werd president Bouterse verwelkomd door vicepresident Ashwin Adhin, defensieminister Ronnie Benschop en andere toppers uit regeringskringen. Bekend is dat onze president voor een medische check-up in Havana heeft vertoefd, waaraan hij ook een korte vakantie gekoppeld heeft. De resultaten van zijn behandeling zijn positief te noemen en is ons staatshoofd in goede conditie terug om zijn grondwettelijke taken verder te vervullen. President. Nou, we zijn, althans onze artsen en ik ben zelf ook tevreden. Weet, we hebben Surinaamse artsen meegenomen, er waren Cubaanse artsen van hier, ook daar, over en weer. Na de checken van de rapporten die hier zijn opgemaakt, werden ze daar opnieuw weer gedaan natuurlijk. Kreeg een soort diplomatieke vriendelijkheid. De Surinaamse artsen zeiden, laten we in Cuba opereren. En de Cubaanse artsen zeiden, nee, je kunt in Suriname opereren. Uiteindelijk is het dan toch Cuba geworden. En we zijn daar ook erg dankbaar voor, een goede ondersteuning van zowel onze Cubaanse als onze Surinaamse artsen. En natuurlijk heb je daar natuurlijk op dit stuk wat meer armslag, denk ik. En dus, thank God, goed gegaan. Dus het is een kwestie van uitzieken, op temperatuur komen om weer aan de slag te kunnen gaan. President Bouterse is ook ingegaan op de ravage die orkaan Irma in Cuba en andere Caribische eilanden heeft aangericht en de hulpverlening die er vanuit Suriname is gegaan naar de getroffen landen. Nou, ik moet zeggen, onder andere Cuba is Irma wel hard aangekomen, ja. Er zijn er 10 doden geweest en natuurlijk grote delen van Noordoosten was onder water. Dus het is niet zo dat men dat niet gevoeld heeft. De economie heeft een zware klap gekregen. De landbouwsector heeft een hele, hele gevoelige klap gekregen. De groot deel van de infrastructuur, met betrekking tot de toeristensector, is een bijzondere ravage geworden. Dus men, en natuurlijk energie. Men werkt met man en macht aan herstel van het geheel. Het gaat ook de goede kant op, maar het zal nog een tijdje duren voordat men er bovenop komt. Belangrijk bij zulke zaken is niet de hoeveelheid goederen die je stuurt. Het gaat meer om het gebaar. Het gaat meer om de solidariteit welke het Surinaamse volk, de Surinaamse regering, toont met de Cubaanse regering en het Cubaanse volk. Het zijn mensen, het zijn 12 miljoen mensen, ik bedoel, dus het gaat niet om een paar zakken rijst en melk enzovoort, maar het gaat om de solidariteit die wij als Surinaams volk hiermee willen etaleren. Dat we zijn met jullie, we hebben het ook niet geweldig breed, maar we weten dat jullie als Cubaans volk overal in de wereld waar het kan, helpen jullie. En als jullie ook een beetje in nood zijn, moet de wereld ook. En ik moet zeggen, de wereld. Vandaag waren we op de airport en waren 3 vliegtuigen aangekomen om te helpen. Kortom, het gaat om een solidariteit met elkaar in deze moeilijke momenten. Vandaag vond de ondertekening plaats van contracten waarmee 4 studenten in het scholarshipprogramma van Roosevelt Gold Mines werden opgenomen. Dit programma is in 2009 in het leven geroepen om talentvolle studenten uit het district Brokopondo te ondersteunen bij hun opleiding. Henny Forster, coördinator van het scholarshipprogramma, vertelt wat het programma inhoudt. Dit is een scholarshipprogramma van IAM Gold, geïnitieerd in 2009.
En dus ik kan even vertellen, we doen het al 8 jaar. Het is een programma, een scholarship programma, waarbij een beurs wordt aangeboden aan de best geslaagde van VOJ Brekopondo. En vanaf het slagen van Milo worden alle kosten voor ze bekostigd hier in Paramaribo. Hun studie, verblijf, accenten, alles wordt bekostigd totdat ze hun studie hebben afgerond. Tot nu toe zijn al 32 studenten in dit programma opgenomen. Helaas zijn er enkele uitvallers geweest, maar het programma heeft zeker ook successen opgeleverd. 2 studenten van het scholarship-programma zijn het afgelopen jaar afgestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit. Met het initiatief wil het bedrijf een wezenlijke bijdrage leveren aan de vergroting van het kader in Brekopondo. Shaniqua WW en Shamiel Eersteling zijn 2 van de studenten die zijn opgenomen in het programma. Ik wil verder studeren, ik wil een dokter worden. Ik probeer nog te kiezen tussen businessman en rechter. Tijdens de ceremonie hebben de 2 recent afgestudeerden hun ervaring gedeeld met de aanwezigen. NV Grasalco heeft voor het komend schooljaar 1500 pakketten gefinancierd voor kinderen van het GLO en VOJ onderwijs in Brekopondo. Dit is een deel van de 30.000 schoolpakketten die dit jaar landelijk worden verstrekt door het Jeugdambassadeursproject. Een pakket bestaat uit een schooltas, schriften, schrijfgerij, een huiswerkboekje, een liniaal etui en uniformbloesen. Het doel van het schoolpakkettenproject is om sociaal zwakkeren en minder bedeelde kinderen tegemoet te komen. Grasalco-directeur Sergio Akimboto benadrukte hoe duurzaam onderwijs is. Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling en hij verwees naar wereldwijde afspraken die in dit kader gemaakt zijn. Hij deed een beroep op de leerlingen om het schoolpakket goed te gebruiken, zodat de resultaten niet uitblijven. Studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten, AHK, zijn tevreden over de samenwerking met de jongeren in Marowijne. 3 AHK-studenten zitten momenteel in Mungo en begeleiden de jeugdtalenten. Er wordt onder andere gewerkt aan kunst- en muziektalenten en een theaterstuk Romeo en Julia. Het afgelopen weekend was onze reportageteam in het gebied en maakte het volgende verslag. Ik kreeg de vraag vanuit, ik woon in Nederland, in Amsterdam, vanuit de theaterschool in Amsterdam. Er is een festival, het Mungo Festival. En wij zoeken mensen om daar met jongeren te werken, om een voorstelling te maken. En ik moet eerlijk zeggen dat ik denk 10 seconden na heb gedacht en meteen heb gezegd, dat wil ik doen. Gewoon een ontmoeting die leert, waar je van leert. Ja. Mungo heeft behalve jeugdsporters een aantal jongeren met een passie voor kunst en theater. Dit konden de studenten van AHK gelijk identificeren nadat ze een week met de jongeren bezig waren. Zeker. Je merkt, er zijn heel veel jongeren bezig met dans. Dat zit natuurlijk ook enorm in de cultuur, wat wij ook meekrijgen. Dat is heel bijzonder om te leren. Dus er is heel veel en we hopen dat we dat talent dat hier is kunnen stimuleren om dat alleen maar meer naar buiten te brengen. Om misschien dat ze terugkomen en zeggen, kijk, dit ben ik en ik mag laten zien wat ik kan en dat is goed. Grote praatjes van deze golden boy, die nog nooit voor zijn geld heeft gewerkt. De studenten uit Nederland kregen een theaterscript mee dat ze samen met de jongeren moesten opvoeren tijdens de 5e editie van het Mungo Festival. Het verhaal gaat over een koppel, een jongen en een meisje, uit 2 families. En die families die zijn rivalen van elkaar, het zijn vijanden. En zij worden verliefd, maar dat mag niet, omdat de vijandelijke ouders, zo slecht met elkaar op de voet staan, dat dat een onmogelijke liefde is. En met de jongeren hebben we gesproken over hoe dat hier leeft en hoe dat verhaal iets over hen, over hun eigen leven vertelt. Tot nu toe gaat het goed met de begeleiding. Zaterdag jongsleden werden fragmenten van het stuk opgevoerd. Ik moet mijn dochter echt veel spreken. Ik moet die vader van Julia ook echt gelijk kwaad spreken. Ja. En lukt het wel? Het lukt. Het gaat. Met een gewin in je mond. Kom dan. Zo weet jij zelf. Tijdens het Mungo Festival wordt het theaterstuk officieel gepresenteerd. Dan kan het publiek kennis maken met de talenten van Mungo.
Er wordt daarom hard gewerkt om de jongeren van hun beste zijde te laten zien. Ik merk dat het heel belangrijk is om te vinden waar zij in geïnteresseerd zijn. En dat we echt samen zoeken naar wat is het dat hen fascineert in wat we maken. En dat we niet alleen een tekst gaan leren, maar ook echt integreren wat zij kennen. Dus dat we hun eigen speelsheid, die ineens ontstaat in de repetities, erin brengen. Zodat het echt een samenwerking is. En dan zie je dat het gaat leven. Er is heel veel gaande hier en dat is heel leuk om te merken. Je hebt allemaal vrijwilligers en allemaal mensen die betrokken zijn. En ja, ik merk dat ik daar een hele positieve energie van krijg. Zeggen we dat u een goede keuze gemaakt heeft om te ondersteunen? Dat zeker, ja. Romeo en Julia is een verhaal uit de Europese cultuur, maar de jongeren uit Mungo hebben er een Surinaamse tint aan gegeven. Zo is het verhaal dichter bij de Surinamer gebracht. Ze doen het echt heel goed wat dat betreft. Ik merk dat soms is het zoeken, oké, wat zijn deze woorden? Want het is echt moeilijk soms oud-Nederlands. En dan gaan we samen vinden naar, oké, maar hoe zou jij dit zeggen? En wat betekent het voor jou? En hoe vinden we daar een gemeenschappelijke grond in? Welke woorden heeft u kunnen vasthouden? Er zijn woorden die... Ik vind het heel moeilijk om ze nu te zeggen. Mag ze proberen. Ja, ik ken meer korte zinnetjes als... Sanjidou. En nu gaat natuurlijk alles verdwijnen uit mijn gedachten. Maar Miwani, dat soort kleine, korte dingetjes om me. Mungo Peking can also become heroes. So every day I am fighting with the lion. Judah by my side, I survive. Fight against temptations, fight against tribulation. Volgens de organisatoren van het Mungo Festival kan en zal kunst een enorme boost aan de ontwikkeling van Mungo geven. Aangezien de bauxietindustrie niet meer de optimale garantie biedt aan Mungo, wordt de focus nu gelegd op andere sectoren, waaronder kunst. De regionale conferentie met als thema het aanzetten tot de transitie in de energieopwekking, het wederopstarten van onze zoektocht naar duurzame energie, is gisteravond geopend. Aan deze conferentie doen 65 deskundigen mee uit zowel Suriname als de regio. De mede-organisator van deze conferentie is de Energiebedrijven Suriname. De directeur, Rabinder Permisser, haalde in zijn welkomstwoord aan hoeveel procent van onze energieopwekking duurzaam is. As a co-host of a renewable energy conference, it is worth mentioning that in Suriname, about 40% of the required power is generated by renewable energy. Of course, our efforts are currently focused on a further increase of the renewables percentage. Our target is to expand that percentage with at least 10% by next year, by the means of solar energy, possibly a small part of biomass, for example, rice husk and hydro energy. De executive director, Cletus Bertin van de CARILEC, is ingegaan op de investeringen in duurzame energie in de laatste 5 jaar. For the 5th consecutive year, investment in your renewable energy power capacity, including hydropower, was roughly double the investment in fossil fuel generating capacity. Minister NH ad interim Ronnie Benschop gaf in zijn toespraak een duidelijke boodschap aan de conferentiegangers. Keep in mind that conferences, seminars, technical and scientific publications, good intentions and plans alone will not accomplish what we aim for. It takes team effort and the will to face new challenges from all involved. Het ministerie van Justitie en Politie is momenteel bezig met de laatste voorbereidingen om het legalisatieproject voor illegale vreemdelingen uit te voeren. In dit kader wordt het personeel getraind in klantvriendelijkheid. Robbie Raghu, projectcoördinator Illegalen, geeft aan wat het rendement van deze training moet zijn. De training is nodig omdat deze groep eigenlijk niet werkzaam is bij de afdeling vreemdelingenzaken. Het is een groep die we hebben gecontracteerd en we brengen ze alle skills bij die nodig zijn bij het verrichten van deze job.
2020 gaat het project van start. Tot hoe lang duurt het? Dit project is gescheduled voor 3 maanden. En we hopen dat we binnen die 3 maanden dit project kunnen afronden. Wat verwacht u zelf? Wij verwachten dat alle illegalen die voor 2001 juli 2017 het land legaal zijn binnengekomen, dat zij zich massaal aanmelden om een legale status te verkrijgen. Integriteit bij het personeel is een vereiste om de illegale vreemdelingen een goede dienstverlening te bieden. Minister ad interim van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, sprak in dit kader het personeel toe. Dat betekent dus dat de mensen hier bij u, via u, rustige in orde mogen maken. Maar dat wist u al. Ik geef u alleen maar aan hoe belangrijk dit is voor het land. En er zijn middelen vrijgemaakt om dit project uit te voeren. Het is voor een korte tijd. U bent aangetrokken. Was geïnteresseerd en bent aangetrokken. En we verwachten natuurlijk van u dat u hard uw best zal doen om binnen die periode de zaken af te handelen. Dit legalisatieproject is het 5e generale pardon aan illegale vreemdelingen. Volgens de minister is dit beleidsuitgangspunt van groot belang voor de Surinaamse overheid. Je mag het een bevolkingspolitiek noemen. We hebben genoeg arbeidskrachten nodig. En als de mensen geregistreerd zijn en je weet waar de mensen werken, dan zijn ze betrokken bij de economische bedrijvigheid, ze zijn geregistreerd. Je kunt ook belastinginkomsten uit ze hebben en je weet, ze kunnen ook dus bijdragen aan, laten we zeggen, de groei van de economie. Woensdag 20 september wordt het kantoor aan het Kerkplein officieel voor het publiek opengesteld. En dit was het Nationaal Nieuws. De Verenigde Naties zijn met een noodoperatie gestart om voedsel in te zamelen voor 660.000 Cubanen die getroffen werden door de doortocht van orkaan Irma. Dat meldt het Wereldvoedselprogramma FAO. Het programma van $5,7 miljoen moet minstens 4 maanden logistieke hulp bieden. Het VN-voedselagentschap wil voorrang geven aan kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Irma was een van de zwaarste stormen ooit in de Caraïben. In Cuba richtte Irma een ravage aan en minstens 10 mensen kwamen er om het leven. Ondertussen worden de Caraïben bedreigd door een nieuwe orkaan genaamd Maria. Het orkaancentrum in de Amerikaanse staat Florida heeft al een waarschuwing uitgestuurd voor Antigua, Barbuda, St. Kitts, Nevis, Montserrat, St. Maarten, Anguilla en ook Puerto Rico zouden woensdag of donderdag door Maria getroffen kunnen worden. Ook de tropische storm Lee komt eraan. Die bevindt zich echter nog zo ver van de Caraïben dat meteorologen nog niet kunnen schatten welke weg hij zal afleggen. De Verenigde Naties zijn met echt nobele doelstellingen gesticht, maar moeten het vertrouwen van de mensen door de hele wereld heen herwinnen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd. De afgelopen jaren heeft de VN niet zijn volledige potentie gehaald vanwege bureaucratie en slecht bestuur, zei de bewoner van het Witte Huis. De kosten voor de volksreorganisatie zijn gestegen, sinds het jaar 2000 met 140%. Het aantal medewerkers verdubbelde sindsdien. We zien geen resultaten in de lijn van deze investeringen, aldus Trump op de eerste dag van de algemene vergadering van de organisatie. De Verenigde Naties dienen zich meer te concentreren op mensen en minder op bureaucratie, zei de Amerikaanse president. Trump adviseerde secretaris-generaal Antonio Guterres om de gang van zaken te veranderen en niet vast te houden aan werkwijzen die in het verleden niet werkten. President Pedro Pablo Kuczynski van Peru heeft een nieuw kabinet samengesteld nadat de oppositie een motie van wantrouwen had ingediend tegen zijn kabinet. De nieuwe premier is Mercedes Araoz, die al vicepremier was. Kuczynski verving ook de ministers van Onderwijs, Justitie, Gezondheid en Huisvesting. Het conflict met het parlement ontstond over een lerarenstaking en het onderwijsbeleid van Kuczynski's regering. Kuczynski probeert sinds zijn aantreden een jaar geleden diverse hervormingen door te voeren in Peru. De nieuwe minister van Onderwijs, Idel Fexler, is kritisch over de onderwijshervormingen.
De nieuwe Peruaanse regering telt voor het eerst een openlijk homoseksuele minister, namelijk de minister van huisvesting Carlos Brus. De grootste oppositiepartij verwelkomt de kabinetswijzigingen. En in de Amerikaanse stad San Luis zijn er voor de derde dag op rij rellen geweest. Aanleiding was een vreedzaam protest tegen de vrijlating van een blanke agent die een zwarte man had doodgeschoten. De politie arresteerde meer dan 80 betogers. Er zijn voor vandaag opnieuw betogingen verwacht. Het protest in St. Louis begint rustig. Demonstranten liggen voor het politiekantoor. Ze doen alsof ze dood zijn uit protest omdat een blanke agent die in 2011 een zwarte man doodschoot is vrijgesproken. Zo'n 1000 mensen trekken door de straten van St. Louis voor de derde dag op rij. Hun aantal blijft groeien. Maar als het avond wordt, loopt het toch weer uit de hand. We saw again that the vast majority of protesters are non-violent, but for the third day in a row, the days have been calm and the nights have been destructive. De politie is massaal aanwezig in de stad en pakt ruim 80 relschoppers op. Ze vernietigt de ramen en straatmeubilair. Tonight we made more than 80 arrests. We confiscated at least 5 weapons. None of them were used. Some criminals assaulted law enforcement officers and threw chemicals and rocks at them. Verschillende agenten raakten licht gewond. Dames en heren, bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.